Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Maar dat is, dat is niet in het belang van Suriname. Maar Robbie, dat klopt. Nee, klopt. Wat Kruijf zegt, klopt ook weer niet. Je stelt niet tegen iemand om tegen iemand te zeggen dat hij niet moet scoren. Jij moet scoren. Je hebt geen tegenstander. Jij gaat doelpunten maken zonder tegenstander. En dat kan je niet eens, kennelijk. Luister, waarom moet ik scoren? Er is niemand die tegen jou zegt van jij moet niet scoren. Jij moet scoren. Jij moet met jouw plannen komen. Jij moet je plannen uitvoeren die je zoveel jaren beloofd hebt. En Goal maken, maar als die keeper van hun die ballen stopt, dan scoor je niet. Ik hoop dat je begrijpt. Verkiezingen is datgene wat je beloofd hebt aan de hand van een nieuwe campagnestrategie met nieuwe slogans, met nieuwe hoop, weer proberen aan te geven. Dat heeft Rutte gedaan. 1, 2, 3 keer. Rutte 4 hebben we nu. Ja, maar, Rutte, je kan appels niet met peren vergelijken, Robby. Rutte is geniaal, hè? Rutte is geniaal, hè, Robby. Rutte kan wijzen op resultaten. Heb je me horen zeggen? Nee, Robby. Rutte kan wijzen op verworvenheden. Jij hebt me horen zeggen, even, anders kunnen de luisteraars niet volgen. Nee, mama, jij praat steeds door ons heen. Je kan ook luisteren naar ons. Je kan ook naar ons luisteren. Maar je moet geen appels. Maar je luistert niet naar het antwoord. Nee, omdat jij je zei doelpunt maken. Ik zei van die keeper gaat die bal tegenhouden. Ja. Toen heb ik gezegd, je hoort me niet zeggen dat die president heeft gezegd, ik wil volgende keer weer verkiezingen winnen. Ik heb gezegd, VHP in het machtscentrum. Dat is iets anders. Oké, dus VHP komt terug. Er komen masterclasses vanuit de partij, dat mag je weten. Wat zijn masterclasses? Rabbi, wat zijn masterclasses? Masterclasses. Impliceer jij op nieuwe trucjes om mensen te verleiden om weer te stemmen? Op gebakken lucht? Zijn dat de masterclasses? Voor mij enige masterclasses, ik wil optische dingen zien. En niet ik alleen, maar alle electoraat, iedereen die op jou gestemd heeft. Frans, je mag alle woorden gebruiken, trucjes en weet je wat. Masterclass is, ik ben geen politicus voor de VHP. Ik kijk naar strategie. President Santokki heeft voor de verkiezing 700 kilometer gelopen. Niemand had dat door dat hij dat zou doen. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Dat is een masterclass. Nee, maar ze hebben een slogan gemaakt, red Suriname. Mm-hmm. Het is aangekomen, het is aangeslagen. Met Suriname gered. Nee, juist, Robby, mi brada. Robby, die termijn is nog niet achter de rug, jongen. Heb geduld, Robby, je weet, we praten vaak. Hè, en ik hoor je aan, al 3 jaar, we hebben geduld. Natuurlijk hebben we geduld. Maar het moet niet zo zijn dat we afstevenen naar een verkiezing. Zo zie ik het niet. Het gaat erom, gaat Suriname in de komende, voor de verkiezingen nog, een andere kant op? Die vraag hebben we een paar keren gesteld, Robby. Maar ik heb net ook aangegeven, Ray, van 53 miljoen is misschien onderweg deze maand. Ja, van wie? Van IMF? Van IMF? Robby, Robby, het gaat mij om productie, het gaat mij om inkomsten. Ja. Weet je, leningen herschikken is goed, is prima. Het is een lening. Maar het blijft een lening. Al is het een lening, de 53 miljoen van IMF, een nieuwe tranche. Jullie hebben Karel Eckhorst toch uitgebreid gesproken? Ja, maar daarom... Heeft het toch goed uitgelegd? Maar daarom, na die 53 miljoen... Mag ik even uitpraten? Duik in een pak boten met je vrouw. Nee, 53 miljoen als dat onderweg is. Ja? En ik hoop dat het lukt. Alleen, weet je dat het alleen is? Laat me even uitpraten nou. Oké. Dan volgen er nog meer miljoenen. Ja. En ook al zijn het leningen... Het is op basis van hoe je je monetaire reserve... Of hoe je programma's goed kan financieren. Het is ook voor de subjectsubsidie. Het is in feite om die noden van het volk te verlichten. En we hebben nu te doen met IMF. En ik heb geanalyseerd. Suriname vertaalt IMF als ik moet fietsen. En als het geld er komt, Ray, en ik hoop van dat het lukt, Frans ook. Dan kan je die projecten ermee financieren. En dan moet de president in feite uit het kabinet van de president de mensen zeggen, luister. Ik heb 50% van de maatregelen getroffen. De andere 50% kon ik niet doen. Dat heeft vastgezegd.
En nu ga ik die tweede helft de andere 50% doen. Laat ons hopen dat het lukt. Oké, Robbie. Als we door blijven zeggen trucjes, et cetera, dan gaat het niet lukken. Nee, Robbie. Ik ga tot zover ga ik zeker met je mee. We zitten hier niet om kritiek te hebben. We willen samen zien dat het land vooruit. Maar Robbie, er is al veel geld vrijgekomen in de afgelopen periode voor projectsubsidie, om landbouwers te ondersteunen, om op microniveau mensen een lening te kunnen verstrekken, om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Maar we zien het niet, we horen het niet en het communiceert niet. Waar ligt het aan, Robbie? Het geld komt niet aan. Ligt het aan mij? Nee, het geld komt wel aan. Het gaat erom, nog een keer... Het gaat erom dat een van de blunders of een van de fouten van deze regering is goede communicatie. Dat heeft president ook gezegd. Dat hebben die mensen gezegd. Een van de mensen heeft op die chat geschreven. President, jullie doen goede dingen. Maar op de een of andere manier komt het niet bij de gewone man. Neem het verhaal van Nova Fonds. Is een fonds met geld. Neem het verhaal van Agrarisch Kredietfonds. Voor de landbouwers is een fonds met geld. Ja, maar, ik noem dat die 53 miljoen. Ja, maar, en Robbie, jullie geven aan mijn ammonie komt. Nee, waar komt het geld dan, Robbie? We zien het niet. Waar is productie voor Suriname? Suriname moet toch ook geld verdienen? Volledig eens. Maar dat ga je voorlopig niet zien. Ray, ik hoop dat je terug kan kijken. Of terug kan luisteren naar wat de president heeft gezegd. Hij zegt, 1/3 van de begroting van Suriname, daarmee lost hij schulden af. Daar gaan die middelen aan toe. Want wanneer het geld geleend wordt voor projecten, gaat je eigen SRD, dus wat jij vangt, wat je ving vroeger bij vorige regering, daarmee worden de schulden afgelost. Ik zie ter minister Ragu Barsing, ga maar kijken. Moet je hoedie niet zijn om schulden af te lossen en dan nog grote projecten te realiseren? Ja, we hadden te doen met wurgcontracten. Nog een keer het verhaal van 9% en 12% rente. En Frans zal het niet mee met eens zijn. Nee, wat zijn lening. Maar als je een lening met een hogere rente kan omzetten, wil ik ook niet bewust. Jij verkoopt diezelfde riddels weer. Je krijgt geld van transfer IMF. Ja, zo. Dat is afgesproken al. Als je denkt dat je in mijn economische stellingen 50 keer gaat tamboureren met die dingen die je allemaal zegt, dan slaat het bij mij niet aan. Want je moet proberen te begrijpen wat economie is. Ja, als je hogere rente, Robbie, als je hogere rente kan omzetten en lagere rente, hou je cash cap Robbie, kan je aan die arme mens geven. Robbie, think about it, jongen. Ja, Robbie, ik ben economisch genoeg om te begrijpen dat een deel zeker is. Maar dan moet je Frans even tot orde roepen dat hij me moet laten uitpraten. Ja. Oké, Robbie, luister. Want ik wil cash geld voor Suriname. Mijn hele uitzending geef ik aan. Ik wil dat er morgen deze maand 53 miljoen komt voor subjectsubsidie. Voor Monikarta. Maar die leningen die worden omgezet, die moeten ten goede komen van het volk. Met Fetty Denanga Netti voor subjectsubsidie. Kijk, Dennis herstelt. De man wil een brokken Den toch? Al die mensen die Den wilden kapot maken. Het is er niet Robbie, gelukt. Robbie, Jeroen, het gaat mij even erom. Ik ben een brokken Den, Missavi. Anomie. Nee, zeker niet. Hoeveelste tranche is dit? De derde tranche. We hebben tweemaal 53 miljoen al gekregen. Juist. En de derde komt eraan. Daar heb ik het over, Robbie. Laten we even als econoom praten. Ik heb ook een klein beetje economie. Er zijn twee tranches geweest. Ik ben ook econoom. Ja? Robbie, er zijn twee tranches geweest, toch? En een deel is inderdaad op schulden af te lossen. Vooral, ik weet dat er bij lokale ondernemers heel veel schulden waren gemaakt. Die moesten ook afgelost worden. Precies. Ja, toch? Dat volg ik. Maar er is ook een deel van die bedragen die zijn gereserveerd voor ontwikkeling, voor productie, voor stimulans, om ondernemers op weg te helpen. En dat zien we niet aankomen. Dat bedoel ik. Wie zegt me nou dat bij deze derde tranche dat wel gaat komen ineens? En die Monikarta, dat horen we ook al. Onjarikba? Ja, maar nog een keer, hè. Het is een Monikarta. Waarom gaat die Monikarta nu wel door dan? En bij die eerste, tweede tranche niet? Je hoort me zeggen, ik hoop dat aan de hand van de kritische geluiden die we allemaal hebben, die jullie twee ook hebben, dat men die Monikarta gaat implementeren. Ik hoop het. En waarom zou het wel doen? Het is het verhaal van tweede wedstrijd tot tweede helft. Dat is dus de hele scope van de president. Hij heeft het beloofd. En dan hoop je dat hij dus in feite door die tijdsdruk die er is, wel gaat komen. Nog een keer, een deel van het geld van 53 miljoen zit ook bij de centrale bank. En
Laat me jullie goed vertellen, en zodat die mensen ook kunnen goed volgen. Centrale bank is zwak. En het gaat om zo'n moederbank. En een mama bangi, en moest die merkie die heel volk. En de man bij plundra aan merkie, de man bij plundra heel bangi. IMF zit daar nu bij de centrale bank. En DNB, de Nederlandse bank, zit ook daar. Maar ze zijn niet zo lang daar. Toen kwamen die problemen. En derde tranche is onderweg naar de centrale bank om die monetaire reserve te versterken. En ik hoop, waarom zou het lukken nu? Dat met de lessen learned van afgelopen jaar, want we hebben een jaar lang stilstand gehad. We hebben minister Financiën die vertrokken is. We hebben adviseur van de deviezencommissie die vertrokken is. We hebben een directeur belastingen die vertrokken is. Nooit in een geschiedenis voor Sernang, Fakondre, Ibe Apwan Yari, dat one minister, one deviezencommissie voorzitter, en one drieko voor belasting, en ik wil alle drie tegelijk. Dat zijn drie economen van jou, of drie economische leiders van jou die één keer zijn vertrokken, opgeschodemieterd uit het land. Ik weet niet hoe je het wil invullen. Daarvoor heb je een hele dag, straks gaat Frans zeggen met Raya SMTD, heb je een terrorisme gehad van centrale bank waarbij bankiersaccounten spoorloos opgesloten zijn. We plukken nog steeds in feite dus de gevolgen daarvan. Okay. Als die 53 miljoen komt, mm-hmm. en het gaat komen, vroeg of laat, yeah. Mark my words, ik wil de primeur geven, maar ik heb laatste nee, hoeft niet te doen. En maar... gaat niet van, maar het komt. Ik heb gezegd, ik ben 53 jaartjes jong. De begroting van Suriname is 53 miljoen SRD aan de actieve kant. En IMF tranche komt met 53 binnen. In mijn leeftijdscategorie van 53 gaat het bedrag binnenkomen. Gefeliciteerd alvast met het bedrag van IMF. Ja toch? Suriname, Robbie. Ik hoop dat de minister of de regering of het parlement... En de centrale bank, de economen, dat kunnen doen. Ik doe mijn eigen werk. Ik nee, doe maar de manier hoe je blij bent. De manier hoe je blij bent, moet ik jou feliciteren. Ik ben blij voor het volk van Suriname. Ik ben blij voor de scholen. Ik ben blij voor de... Maar Robbie, je zegt dat je econoom bent. Vind je het normaal dat men zoveel offers moet brengen voor die karige 53 miljoen? Nee. Ik vind het niet normaal. Maar als ik met mijn wijsheid... Als ik met mijn wijsheid reed... En ik hoop... Frans, dat je het ook begrijpt. Als ik met mijn wijsheid en mijn Nederlandse normen samen met jullie naar Suriname zou gaan en ik ben president en Ray is mijn minister van openbare werken en jij bent mijn minister van sociale zaken, dan zou Nederland in feite het beleid kunnen kopiëren richting Suriname. Want wij hebben andere normen. Ik zeg niet dat Suriname minder is. Wij drieën waren in Dubai. Toen hebben we afspraken gemaakt. Wij drieën hebben gezien op de expo daar welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot Dubai in Suriname. En ik heb gepost voor Ray. Enige daar wat, hebben we nee, Robbie, dan ga ik je onderbreken, man. Enige wat ik uit Dubai vooral weet, en dat is niks gerealiseerd is van al die mooie praatjes wat daar gedaan is door de president en zijn delegatie. En tot vandaag zien we niks terug. Geld vergooien, geld weggooien, noem ik dat. Nee, dat jawel. Vind jij. Ik heb je uitgenodigd. Uh-huh. Om te luisteren naar de president. Je kan je vragen stellen. Geef niet. Ja, ik heb de president gestuurd. Heeft... Nee, maar de president... Laat me Ray vragen. Ray, heeft de president niet geantwoord op die kwestie van Dubai? Ja, en hij heeft twee antwoorden gegeven. En ik zeg nogmaals... Eén van SLM en die tweede was? DP World. DP World was lang voor deze president. En wat heb je daarover gezegd? En je hebt aangegeven... DP World was er in Suriname. Ja, zeker. Suriname lang voor Chan Santoki. Ik weet niet waarom Santoki dat soort dingen beroept als verworvenheid vanuit omdat Dubai. Omdat DP World onder leiding van Santoki versterkt is. Dat zegt hij, maar het bedrijf was er al in Suriname lang voor Santoki. Nee, maar hij heeft niet gezegd dat hij het bedrijf heeft gebracht. Ja, maar toen mijn collega Ray vroeg over Dubai, ging hij dat als speerpunt halen. Kijk naar DP World. Kijk naar SLM. Je hebt niet eens geluisterd. Dus dan moet ik niet... Tanière, jij hebt niet geluisterd. De president heeft gezegd... Ik kon niet naar de president luisteren. Ik moest mijn auto wassen die op dat president heeft gezegd SLM. En de president heeft gezegd DP World. Wat is met SLM gebeurd? Komen wij nou? Wat is met SLM gebeurd? Of vliegtuigen lease? Daar? Dan kan je overal. Dan kan je toch overal leasen, Robbie? Bij boeien dichterbij. Robbie, mijn biggie brother, je hoeft toch niet speciaal naar Dubai met de hele delegatie om te regelen dat we een vliegtuig gaan leasen? Als Ray de president vraagt wat is van Dubai overgebleven, dan Ray, zeg je nog die, keer, die nog gewoon een keer. SLM. Kom op, Ray. Nog een kom keer. Op, man. De SLM lease
is een andere lease dan de vorige lease. Dit is een dry lease. Wat is dry lease dan? Dat je meerdere keren het vliegtuig kan inzetten om meer vlieguren te maken, om meer capaciteit binnen te brengen. Maar dat zijn afspraken die je maakt, dat is details, dat zijn inhoudelijke afspraken die je maakt, contractueel. Nee, alweer jongen, dat is moeilijk. Een moeilijkheid, Robby, wat je... Ga heertjes lezen, brada. No, interview dit dodo, maar bij je interview. Lees heertjes. Lees heertjes bij je economie. De solvabiliteit, van SLM was beter. En daarvoor moesten jullie naar Dubai. Daarvoor moest je... Ja, luistert wel half slachtig. Maar dat zeg ik. Maar Robby, dat zeg je toch? Je zegt van, het is beter, doe maar. Nee, maar nu richten we op SLM. Wil je maar even laten uitpraten? Ja, ga je gang. Twee dingen. Misschien goed om de luisteraars van jullie te volgen. Twee dingen wat van Dubai is gelukt. Eén is SLM vliegtuig. Nou, dat is... Met meer betere solvabiliteit. Dat is misschien klein. Weet ik en niet. De tweede is een investeringstraject met Dubai... In het kader van DP World, uitgebreid, versterkt richting 100 miljoen US dollar. De kosten richting Dubai, waar jullie ook erbij waren, op eigen kosten, ik ook waren ook op eigen kosten, is 1 miljoen US dollar geweest. Ja? Die expo heeft dan 1 miljoen dollar expo geweest. En nu komt het, de derde wat de mensen niet gaan vertellen, dat ga ik vertellen, heeft te maken met de oil and gas conferentie. Welke deze maand in Suriname gaat plaatsvinden met bijna 500 tot 800 mensen. Mm-hmm. Waar weer concrete stappen kunnen uitrollen in het kader van de Macandra fondsen. Niet de Maca. Robby, weet je dat er helemaal geen olie en gas is in Suriname? Bel aan een Jagisro gaan vragen. Nee, dat zijn gewoon boringen. Er is nog geen officieel bedrijf die zegt... ik heb zoveel windbare olie gevonden of gas... dat ik ga boren. Dat is gewoon een politiek praatje. Olie, gas gevonden is nonsens. Er is niks. Er is geen multinational die zegt van... zoveel ligt daar, ik kan niet wachten. Er ligt zoveel dollars daar. Frans, ik heb het meerdere keren aangegeven. 2028. Ga je anders piepen. Ja, dan moet je leest die stukken niet. Je kijkt niet op IMF-site. Je kijkt niet 2000... op de website van Staatsolie. Uh-huh. Ik heb gezegd, als je mij belt, moet je niet komen met economische dingen. Die olie gaat gevonden worden. Ik praat over nu. Robby, je bent toch econoom, dan moet je toch met data en feiten praten, man. Je zegt gaat gevonden worden. Maar ik praat over nu. Geen olie gevonden. En daar kan je geen beleid op maken. Nee, even. We praten niet over nu. Ja. Je stelde de vraag, wat doet Dubai nu? Heb ik die twee posten aangehaald van die president? Nou, ik heb niks nieuws gehoord. Ik kan jou zeggen van die DP World was er lang in Suriname. Als jij nu zegt van het wordt 100 miljoen of 100 miljard, dat wil ik nog zien. En SLM, ik vind het... Dat ga je zien. Van SLM vind ik ook... Waarom moet je helemaal naar Dubai om een vliegtuig te leasen? Precies zo in Suriname praten over Guyana 20, 30 jaar geleden. Ja, maar dat is waar. Precies zo. Ik heb het niet gezien. En kijk waar Guyana nu staat. Maar Robby, je bent econoom, je kan toch geen beleid bouwen op verwachtingen? Je moet toch concrete cijfers en data hebben? Frans, je praat nonsens. Je moet de jaarrekeningen lezen van Staatsolie. En die zijn niet... Die zijn niet positief. Ik lees ze ook. Die zijn niet positief zoals jij nu vertelt. Staatsolie heeft heel veel problemen. Daarom moet je de prognoses beter lezen. Op weg naar 2030, 35, 50... Uh-huh. Zullen de oliefondsen er zijn. 2050. Ik heb meerdere keren in de uitzending gezegd... er is een miljardenprojectie gemaakt... door buitenlandse oliemaatschappijen. Interview die mensen een keertje... No. Bel ze een keertje de Shell op, die BP's op, de ExxonMobil en die mensen op. En laat even Suriname. En dan kan je met mij erover praten, wat zijn de projecties. En er is een financieel directeur van Staatsolie daar, interview haar. Nee, weet je Robby, die bedrijven die je opzom, die zijn de laatste tijd behoorlijk negatief in het nieuws. Dus ja, het is een beetje lastig. Wij praten ook met de bedrijven hoor. Er is niks in Suriname, er is hoop. Ja, het is gewoon hoop. Dat je hoopt dat er... ik hoop het ook, Robby. Nou, ik kon er niet op zijn naam. Verschrikkelijk. Maar we moeten geen gebakken lucht blijven verkopen van... op nek beleid, olie ook om. Er is nog niet. Kunnen wij werken met wat we hebben, concreet? Dat is beleid maken van wat verdienen wij. Hebben we hout, goud? Dat misschien. We hebben alles. Ja, maar niet olie zelf. Maar als er uitvoeringscapaciteit er niet is... En dat is hem nou net, Robby. We hebben alles, maar wat doen we ermee? Er zijn 100.000 illegale goudzoekers in het land.
Er worden bomen bij dag bij trucks weggeladen en weggereden. We hebben alles, Robbie, maar we zien er ogen zitten tussen onze ogen te kijken hoe alles verdwijnt voor als sneeuw voor de zon. Ja, maar de president heeft nogmaals aangegeven. En dat hij gebruikt het voor mij step by step. En als hij gezegd heeft, tekort aan capaciteit en we zijn nu bezig. Onderwijs te versterken, dan hoop ik van dat jullie ook hoop hebben. Robbie, maar komt de president na 3 jaar achter dat er tekort is aan capaciteit? Waarom gaat hij nu daaraan beginnen? Dan kan je toch al een prognose maken, zoals jij zegt. Ik heb hier antwoord gegeven. Ja. Ik heb gezegd als ik president zou zijn. En als jij minister, president zou zijn. Okay. Ja, maar we moeten zo analyseren, want het is altijd anders. De waarheid, de realiteit, de one van de dag. Het is helemaal anders. Ik heb in de analyse gezegd. Waarom kwam die president niet tot concentratie? En ik heb opgezond, als je 8 uur gebeld wordt door die, 9 uur door die, 10 uur die, 11 uur die, 12 uur die, dan ben je 1 uur bedwelmd. Denk nou, man, concentreer moro. Ga maar kijken, ik nodig jullie uit, Ray en Frans, Ray, jij kan het zeer zeker. Zeg aan de president, ik wil een dagje met je meelopen op het kabinet. Wat kan dan een man? Dan kijk je welke mensen komen, welke gaan. En dan gaan een andere oordeel vellen. Nou, sterker nog, we hebben al meegelopen met de president, hoor. In Dubai? Ja, met zijn entourage. Nee, maar Dubai was het eerste jaar. Maar dat was, dat was voor eerste hem. Jaar, dus nee, maar het eerste jaar had je... die meegenomen had. Ja, het eerste mensen. Jaar is toch anders. Nu neemt hij die mensen niet mee. Nu hebben we die schuldherschikking van India gehad. China moet nog volgen. We zijn bezig met... step by step as I go. Robbie, denk je dat China... Met een poot in de achtertuin van Amerika... ooit toe gaat laten dat Suriname herschikking krijgt op de schulden, Robbie Kodekrino? Ja, ik denk het wel. Kijk, China gaat waarom zou China dat doen? China doet pas dat nergens toe. En ik zeg niet Ik zeg niet dat deze regering die schulden met China gemaakt heeft. Maar eenmaal gemaakt... China gaat ze niet herschikken, hoor, Robbie. Tenzij er iets valt te halen. Ray, ik beloof je live vandaag. Ja. Als die lening van China geherschikt wordt, heb ik je. Abo. En ik hoop dat je dus de woorden van mij moet onthouden. Zeker. Want ik heb vanaf dag 1 gezegd, het tempo is laag of slecht. Maar Aurokko, ik doe. En als je elke dag daar bent, en ik heb net de risico-indicatoren aangegeven... van monetaire reserve is zo, van de dekking van het geld is zo, en noem maar op. Het gaat erom dat je een keertje goed gaat kunnen cashen. Maar dat heeft het te maken, hoe breng je het geld richting gemeenschap? Dus je moet AOW verhogen, je moet pensioenen verhogen, je moet dus, kinderbijslag verhogen, je moet schoolgeld verhogen. Nee, maar je begrijpt dat verhoging gepaard gaat met inflatie toch, Robbie? Nee, dat is toch wel goeie. Milo, wat stop die zie? Hoeveel tijd geef je me? Nee, je hebt 5 soorten inflatie. Nee, wat kan je doen? Ik rom niet nodig. No, maar kijk, we hebben 5 soorten inflatie. Laat maar bij 3 houden. Je hebt een importinflatie, je hebt een looninflatie en je hebt een prijsinflatie. Ik hou het even bij de 3, want je hebt ook kostprijsinflatie. Mm-hmm. Waarvan we last hebben gehad afgelopen jaren, is vooral importinflatie. Want alles aan kring door pandemie en corona en oorlog en weet ik veel. Zoveel last hebben we nooit gehad. Zelf Nederland heeft last gekregen van prijsinflatie, importinflatie. Looninflatie is, je gaat hem krijgen als je dat geld gaat drukken en aan de gemeenschap gaat geven. Dus wanneer je morgen gaat zeggen 150 miljoen SRD, alsjeblieft, volk, dan gaat iedereen naar Combimarkt en ze gaat iedereen naar Choi. Dan gaan ze consumptiegoederen kopen en dan gaat die prijs van uien omhoog. Dat is niet wat ik bedoel. Nee, oké, jij bedoelt... wacht even, Rob, ik wil je niet onderbreken. Maar jij bedoelt... jij gaat zorgen voor dekking in de centrale bank. Precies. Ja. Jij gaat ervoor zorgen... Even, laat me die theorie aangeven. Mm. Je gaat afromen aan de hand van de certificaten die er zijn. Toch niet aan de hand van OMO's, hè? Je mag OMO toepassen. OMO is de laatste 2 weken. Goed? Ik volg die cijfers. OMO wordt uitgezet. Er wordt 30% rente gegeven. Dus je roomt af. Afgelopen periode, daarom is die koers niet omhoog. Dus je moet een gedoseerde en gefaseerde OMO toepassen. Maar ik heb liever de obligatiecertificaten. Dat zijn termijndeposito's. Je harmonie van samenleving. Dat je kon naar een loonsverhoging. Zoals de regering nu heeft beloofd. Alle ambtenaren krijgen elke maand. Misschien zijn jullie dat vergeten. Vanaf de maand mei, juni. Jullie gaan ze niet krijgen. 6 maanden lang 2.500 netto.
Dus wanneer een politieman getrouwd is of samenwoont met een verpleegster, krijgen ze samen 30.000 SRD netto in 6 maanden. Geef je die 30.000 in 1 maand, krijg je kostprijsinflatie. Want die mensen rennen met hun 30.000 om een auto te kopen of goederen te kopen. Nu is het gefaseerd en gedoseerd, verstrekt aan die ambtenaren. En dus die gaan die mensen nogmaals 2.500 netto krijgen, minus juli. Omdat in de maand juli, denk ik, er vakantiegeld wordt gegeven, daar ga je veel aan belasten. Dit is wat ze moeten doen. En na november, Ray, laten we het op economie houden, Coacta 53 miljoen. Mijn leeftijd, dat gaan jullie onthouden. Coacta aan 6 maanden voor de ambtenaren. Laat ons gaan kijken hoeveel BTW binnenkomt, zodat die moneycard moet worden, operationeel worden gemaakt. En Coacta economie, dire, langzaam, step by step, tien zo, zodat de mensen het beter zullen hebben. En ongeacht politiek, het maakt mij niet uit. Je hoort me goed zeggen. Ook al hou ik van deze president. Ik heb hem gezegd, al houdt u niet van mij, ik hou wel van u. Het beleid met betrekking tot economie is goed. Ja. Maar de mensen eromheen, kijk. De mensen eromheen, en ook binnen de partij en binnen de coalitie, die voeren oppositie. Ja. Waardoor hij die mensen veel moet controleren. Dus bij het spelen van die wedstrijd zitten zijn eigen, zeg maar, spelverdelers, collega's, de bal opzettelijk naar de tegenstander te geven. En dat laat me ook zeggen, ik ga geen namen noemen, en dat gebeurt ook in Holland. Ja, kijk Robbie, we zijn hier niet met, eerlijk gezegd, wij zijn hier niet met politiek bezig, want we proberen het belang van het land te kijken. En ik zie ook wel hè, dat er, dat er ook mensen in het verleden fouten hebben gemaakt die hun fouten niet kunnen toegeven. Dat vind ik ook hinderlijk, want het moet in het landsbelang gaan. Maar als we het gaan hebben over ambtenaren, wil ik er niet zo over nadenken. Een land van, pak en bij 400.000 inwoners, Robbie, waarvan 80.000, 70, 80.000 mensen ambtenaar zijn. Dat kan toch nooit gezond zijn? Dat is zo makkelijk gezegd. Correctie. Is een land van 570.000 mensen, waarvan ongeveer 50.000 ambtenaren zijn. En de rest van de mensen hebben geen status van ambtenaren. Ik heb ook geschreven 87.500 mensen. Maar dat zijn allerlei commissies, ex-ministers, mensen die thuis zitten, gepensioneerden. Noem maar op iedereen die op die begroting van de staat drukt. Minister Brontosoma Harjo is bezig met de registratie. En daarover wordt gezegd, zoveel mensen gaan weg en zoveel mensen gaan erbij komen. Ik ben het volledig met je eens. En daarom denk ik ook en hoop ik ook dat ooit de reorganisatie van het ambtenarenapparaat gaat plaatsvinden. Maar je hoort me ook direct zeggen, laat me het ook aangeven, het is een illusie. Het gaat niet makkelijk gebeuren. Wat wel gaat gebeuren, let op model Guyana weer. Wanneer local content zich zal aandienen in het kader van de andere grondstoffen, Maka Centraal, je moet twee dingen onthouden. Je hebt diaspora talk, het gaat niet om 53 miljoen. Je hebt Robbie Maka, het gaat niet om een naam. Onthoud twee producten. Ik hoef geen interviews te geven. De strategie van Suriname is Makandra en Maka Centraal. Makandra zit in Nederland en Maka Centraal zit bij Staatsolie. Het gaat niet om mij, maar het gaat om catchpoints. En van daaruit moet je die ambtenaren overhevelen naar local content. En Ray, minanga yo on mikke, want hoe jong het is. Al gaan we met de rollator naar Asiana. We gaan het meemaken. Het gaat goed komen in Suriname. En laat ons die blessings blijven geven aan het volk. En het volk blijven opvoeden met de juiste cijfers, juiste strategie. En vooral mensen niet onderbreken die economie willen behandelen. Ja, maar we gaan Frans ook meenemen hoor. We zijn alle drie. Maar we gaan Frans. We gaan eerst Frans sturen naar Sint Clemens School. Nee, maar weet je wat? weet je wat er vaak... En niet dan vrije Maka, weet je wat het is? Er zijn geen vragen over economie die ik stel. Ik stel vragen over wat er gebeurt, de realiteit. En jij ziet het als anders. Maar ik dank je voor het Robbie, dank je wel. Even rekenen, nog eentje. Ja, ik wil het jullie was hartelijk bedanken. Om uw live Nee, dank woord alleen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit interview. En natuurlijk maken we geintjes met elkaar. Maar ik hou wel van jullie. Want ik heb jullie uitgenodigd voor het team van de president. Maar Diaspora Talk heb ik ook genoemd. En ik heb Ray ook de ruimte gegeven en gevraagd. Ray, Iwan, stel een vraag over diaspora ondernemerschap. Ik ben maar ook diaspora dankbaar. En communicatie. Nee, het gaat niet om mij. Het gaat erom. Ben je dankbaar, met jullie maak ik die verbinding. En tegen Frans wil ik aangeven van Frans, ik ga harmi, ik ga doe alles aan niet. Maar ik ben niet van de mensen
met wie je fatu kan nemen en keel moet nemen. De noden van Suriname zijn zwaar. Aboen. En ik ga je zeggen, ik weet wat armoede betekent. De mensen hebben daar niet gewerkt. De mensen die je allemaal interviewt. Ik heb daar gewerkt. Ik weet wat armoede is. Als het gaat om economie, ik kan make joke. Maar alsjeblieft, die 53 miljoen van IMF is onderweg. Als we slechte reclame maken in de media. Uh-huh. En als Robbie Makka iets negatiefs zegt, dan ga ik weer iets... getaped. Ja, dat dan weet wordt ik. Het maar, getaped, dan dus, wordt het getaped, Robbie, en dan wordt het naar Washington gestuurd. En dat moeten we niet hebben. Nee, dat gaan we niet hebben. In Washington moeten ze niet weten dat Robbie Makka je commentaar levert. Maar je Robbie, weet het dat dit programma getaped wordt. Nee, is goed. Dankjewel voor je tijd en toelichting, Robbie. Graag gedaan. Tamboem. Goedenavond. Ciao, ciao. Robbie, Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.